Stadsboom Nijmegen hield dit weekend een open dag. Het leerbedrijf voor mensen die willen reïntegreren in het werkveld nodigde iedereen uit om een kijkje achter de schermen te komen nemen. We zijn bij Stadsboom. Vandaag hebben wij een familiedag bij Stadsboom, waarin de familie van al onze medewerkers en vast personeel een kijkje in de keuken mogen nemen van Stadsboom en wat we hier allemaal doen. Medewerkers zijn jongens en meiden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, vanaf 18 jaar die hier een leerwerktraject volgen bij Stadsboom. Ze maken hier ontzettend mooie houten producten. Allemaal unieke producten, producten in opdracht van klanten of bedrijven. Ja, het gaat enorm naar tevredenheid. Het is wel, we zijn gewoon een bedrijf, we zijn geen zorginstelling. Dus we moeten er ook echt wel heel hard aan trekken om elke dag opnieuw de lamp aan te kunnen doen. Maar we doen het met vol 100% energie en daar zijn we gewoon heel blij mee om dat samen te kunnen doen. Ons materiaal kopen wij op. Dat zijn bomen uit de omgeving van Nijmegen of Nijmegen. Dat zijn bomen die ziek zijn of bomen die door schade of door omstandigheden gerooid moeten worden. En zijn die interessant voor Stadsboom, zijn de bomen een verhaal, dan willen wij die heel graag hebben om daar mooie unieke producten ook weer van te maken. Nou, we staan hier bij een tafelblad, die is gemaakt van een taxus. De taxus komt uit Beek en de taxus staat, is bekend als struik. Hier zit een verhaal aan, deze taxus stond in Beek, 700, 800 jaar oud. Die mensen zijn naar de gemeente gegaan om een vergunning aan te vragen, om die boom te kappen. Maar hij staat in de boeken als een struik, dus ze mochten hem gewoon rooien. Het was 1,5 meter doorsnee en die boom is door Bussen Boomonderhout gerooid. We hebben hem hierheen gebracht en we hebben er een mooie unieke tafel van gemaakt. Echt een tafel met een verhaal. Wij werken hier met een doelgroep jongeren. We zijn een erkenneerbedrijf en de jongen bij ons zaagt hem op de boomlint zaagt. Gaat de droogkamer in, die 3 maanden voordat hij uit de droogkamer komt die boomplak. Dan gaan andere medewerkers gaan weer zijn tafelblad afwerken en die maken gewoon een mooi geweldig eindproduct voor een klant.